We hebben vandaag weer een wedstrijd voor de competitie voor u. Jurie Mulder en ik even te Napel heet u van harte welkom. Interessant om zijn naam vandaag in de opstelling te zien. Na zijn niet al te indrukwekkende prestaties de laatste tijd. Zo, wie heeft plannen? Van Overeem. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! Scheelt een haar. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Wie gaat de hoekschop nemen? Dit is toch echt geen misselijke doelpoging, hoor. Hij redt en heeft de bal vast. Ojo, wie komt er met de bal uit? En nu doorgaan. Bal blijft in het spel. Ze mogen een hoekschop nemen. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. Nou, dat was een uitstekende beslissing van de keeper hoor, om eruit te komen. Hij voorkomt zo een doelpunt. Ja, maar dit is gewoon een hele goede keeper even. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Goed gedaan. Stans. Maakt zich wellicht al op voor een schot. We houden controle over de bal. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Ze krijgen een vrije trap. Stans. En de bal gaat weer terug. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, en nu? Ja!
naar voren. Hij is er bijna. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. We gaan rusten bij 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. De tweede helft is van start gegaan. De voorde. Dat was een heel belangrijke tackle. Hij neemt hem. Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk voorlopig. Bal nu in handen van de tegenstander. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Stans. Een schermutseling om de bal. Mooi joh. Voor het doel met die bal. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hij schiet. De keeper heeft die bal. Door de actie van de keeper blijft het spannend. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Doet hij goed. En weer een hoekschop. Eens kijken of ze er iets mee kunnen nu. Uitstekend gekiept. Dan moet je die reactie zien. Als een pijl uit de boog. Ziet daar maar eens langs gekomen. Goed ingegrepen door de verdediger. De voorde. De bal gaat heen en weer. De keeper komt goed uit en kan de bal pakken. Ja, maar ook die ballen moet je hebben even. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Meulens. Hij lijkt bijna niet meer te kunnen, maar gaat toch door. Ja, en nu? Een juweeltje dit schot. En de bal belandt via de keeper in het net. Hij moet er toch eentje doorlaten vandaag. Deze doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Maar de nul houden, dat lukt helaas niet. Ja, hij speelt een geweldige wedstrijd. Ja, hier komt hij ook weinig aan doen. Hè. Hij gaat er maar liefst 3 wisselen. Dat zijn geen halve maatregelen. Het eerste doelpunt van de wedstrijd valt in de tweede helft. Een corner, en wie gaat hem nemen? Van Haren. Het gevaar blijft. Paas vindt zijn man.
De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Van Haren. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Recht op het doel af. Doorgekopt. Auwe Sar. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Stans. Het zit erop voor vandaag. Wat vind jij ervan, Juri? Nou, dit is een duel dat is altijd heel erg beladen. En als je dat dan weet te winnen, dat is dan wel lekker voor het zelfvertrouwen. Bedankt voor uw aandacht. Dit was Evert ten Apel.